VVSB, de nummer 9 van vorig seizoen uit de tweede divisie tegen de Dijk. Dat dus promoveerde uit de derde divisie. En dit is een fantastische goal. Lloyd van der Wilde zet VVSB op voorsprong. Hij moet Parami vergeten. Wat een goede aanname zeg. Jongen, Wiltenburg helemaal weggespeeld. En een droge knal waar zelfs Verhoeven geen antwoord op heeft. En zo is het dus 1-0. En dit zijn beelden uit de tweede helft. De overtreding van Verlaan op El Gouari. En terecht de rode kaart getrokken door de scheidsrechter Bos. Verlaan, tijdje weg geweest uit het amateurvoetbal. Nog even bij Twente gespeeld. Krijgt dus direct rood vanwege deze overtreding. En dus moet de ploeg van deze Mark Schenning, overgekomen van Una, door met 10 man. En dan de vrije trap. Sahadewe Singh. Ha, wat een goal. Gelijkmaker, 1-1. In blessuretijd komt de Dijk langzij. Maar wat een heerlijke goal. Ja, hij liet het vorig jaar zien bij HFC. En nu dus bij de Dijk. Sahadewe Singh. En zo komt de ploeg van deze Twisker op gelijke hoogte. VVSB met 10. Kan de ploeg het stand houden? Lukili in de punt. Hij is de vervanger van Kaars die naar Den Bosch vertrok. Kaars die vorig jaar zoveel scoorde. 44 doelpunten. En hier de 2-1. Door zijn vervanger Lukili. Vorig seizoen het goudhaantje bij Hans Kraaij. En nu dus het goudhaantje bij de Dijk. Want de Dijk komt dus hier op voorsprong. Wat een fout zeg in de verdediging bij VVSB. Wanorde bij onder andere Zwart. VVSB leek dus dichtbij de eerste seizoenszegen. Maar ja, in de slotfase. Een paar minuten in blessuretijd. Gouari. Nog steeds Gouari. De oudspeler van IJsselmeervogels. Gouari. En hij bezorgt de Dijk definitief 3 punten door de 3-1 te scoren. Fantastische goal. Zelfzuchtig, maar wel effectief. En zo wint de Dijk met 3-1. Tot grote frustratie van deze Ruben Valk.